Uh, Goedendag, even een uh, vlog vanuit mijn praktijk hier in Nijmegen. Uh, de praktijk in Nijmegen, Redao, uh, of uh, zoals ze op ze Nederlands zeggen, Rouitao. Uh, tevens ben ik aan het werken in het Heelhuis, uh, gezondheidscentrum, het Heelhuis in Warnsveld. En uh, daar zal deze video ook over gaan. Niet over uh, het gezondheidscentrum, maar over de cursus die ik daar ga geven. De Meridiaan gerelateerde acupunctuur. Uh, waarom heet deze cursus zo en wat gaan we eigenlijk doen? Deze cursus heet zo omdat hij uh, gebaseerd is op uh, Dr. tan en Master Tung-stijl uh, acupunctuur. Uh, dat betekent dat de logica en de vormgeving, de diagnostiek, eigenlijk gebaseerd zijn op verlopen. Uh, dat maakt het stukken makkelijker en logischer. Zeker geen trucje, uh, want uh, je, kan, je kan er je hele leven mee aan de slag. Uh, wat we in deze cursus gaan doen is eigenlijk... Uitleggen eh, precies hoe ik te werk ga in de praktijk. Eh, dus ik eh, eh, zorg ervoor dat in de cursus eh, ik een opbouw heb en een structuur heb zitten zodat jullie, als studenten, eigenlijk meteen met dit systeem kunnen gaan werken. Daarom is de cursus ook maar een dag, want ik ga niet onnodig theoretisch eh, eh, allerlei bochten invringen. Ik ga heel duidelijk eh, vanaf stap 1. Het daar eigenlijk inhameren, zodat als jullie weggaan, jullie duidelijk voor ogen hebben hoe je dit systeem kan gaan gebruiken. Hoe je eigenlijk, net zoals ik, in de praktijk zou gaan werken, zou gaan kunnen werken. Het is natuurlijk aan jou of je dat zou willen of niet. Um, het is in mijn beleving nog steeds de meest effectieve vorm van acupunctuur die ik zelf gezien heb, en daarom ook al een lange tijd toepas. Um, ik denk dat als jullie dit gaan toepassen, dat het niveau van je acupunctuur, skill en techniek enorm vooruit gaan. Ik denk dat je ook meer zelfvertrouwen krijgt en beter klinisch kan werken. Omdat je gewoon duidelijker voor ogen hebt wat je diagnose is. En wat daardoor. Het, uh, wat de behandeling gaat zijn. Tevens zal ik ook proberen zoveel mogelijk uit te gaan leggen wat eigenlijk verwachte behandeldoelen kunnen zijn. En daar is veel onduidelijkheid over. Er wordt bij ons in het veld nogal gedaan, alsof je met één of twee keer acupunctuur allerlei uh, nou ja, miracles. Kan verrichten en dat is gewoonweg niet zo. De tovenaars die bij ons in het veld zitten, dat zijn ook degenen waardoor je in mijn beleving vaak in de war raakt. Het is niet voor niks zo dat ze in clinical trials, als je die allemaal gaat lezen in de bewijsvoering voor acupunctuur, daar staat vaak gewoon drie tot zes maanden voor. Daar zijn altijd twintig tot dertig acupunctuurbehandelingen uitgevoerd over een periode van tien. 10 tot 20 weken met een 1 tot 2 weekse interval. En tuurlijk zijn er mensen bij die binnen twee keer van een hielspoor genezen... of binnen twee keer van een schouderpijn. Uh, maar over het algemeen is dat helemaal niet de zaak. En het is ook belangrijk om die, die trials te lezen, zodat je daar uh, richtgroepen bij krijgt en uh, steeds beter kunt inschatten wat eigenlijk de norm is en niet de uitzondering. Als ik al mijn uitzonderingen tijdens mijn lessen ga benoemen, dan lijkt het alsof ik een of andere wonderdokter ben. En dat is gewoon niet waar. Want tegelijkertijd is er gewoon een, een groot gedeelte van de mensen. Die ik niet kan bedienen en die bij mij komen, en waar ik geen succes bij heb. Maar als therapeut heb ik wel duidelijkheid voor mezelf. Ik weet hoe ik de acupunctuur moet inzetten. Ik weet hoe ik de technieken moet inzetten. Ik kan tot diagnoses komen en ik kan de mensen informeren over een eventueel behandelplan en prognose. En dat is belangrijk, vooral als beginnend acupuncturist wil je die duidelijkheid eigenlijk verschaffen voor jezelf, zodat je weet waar je aan toe bent, maar ook naar de mensen, zodat zij vertrouwen in jou krijgen als therapeut en dat traject met jou willen doorlopen. Uh, dus in die cursus gaan we systematisch, uh, logisch uitleggen hoe je tan en stijl, samen met wat schedel acupunctuur. en eventueel een korte inleiding op wat polsdiagnostiek zo goed mogelijk in jouw eigen praktijk kan gaan. Toepassen, zodat de mensen die jij gaat zien en naar jou toe gaan komen... jij niet uren voorbereiding tijd nodig hebt. Maar eigenlijk gewoon weet van... Hé, dit is mijn differentiatie, mijn diagnose en mijn behandeling. En dat is wat ik in de cursus nastreef. Er zijn wat plekjes over. Uh, dat komt ook omdat er uh, een groep is. En dat is aan mijzelf te wijten omdat ik nog geen ervaring heb met het organiseren van eigen cursussen. Maar dat gaat snel komen en er gaat snel meer komen. Er zijn ontzettend veel plannen. We gaan ontzettend veel leuke dingen doen. En ik ga zeker veel contacten leggen met veel studenten, met TCM'ers. En ik hoop dat we het TCM-veld in Nederland steeds beter gaan bedienen, uitbreiden, professionaliseren. En steeds meer naar een academisch niveau gaan streven. Dat gaat allemaal komen. Nou ja. Doet wonderen wat dat betreft. Soms wil ik en misschien anderen ook wel dat dingen sneller gaan dan ze gaan. Om even mijn punt te maken: de plekken die er open zijn, is omdat er een aantal mensen de inschrijving niet afronden. Dus er zijn op dit moment nog zes plekken over. We willen van start gaan met een groep van 16 in het heel de Warnsveld. Ik ga onder in de link zetten wat de website daarvan is. Een prachtige plek. Uh, ...ik hoop jullie te zien, de cursus is dit jaar maar 50 euro... ...dat gaat natuurlijk volgend jaar totaal anders zijn... ...dus ik zou zeggen als, je, als het om de financiën gaat... Uh, uh, ja, ...maak er gebruik van, het is nu ontzettend goedkoop... ...erkenningen doen we nog niet omdat ik op dit moment... ...vooral eigenlijk beginnende acupuncturisten of studenten wil targeten... Uh, ...de plannen liggen er om de cursus te accrediteren... Uh, ...maar dat zal pas over een jaar of twee, drie te sprake zijn... Um, nou ja, de mensen die uh, regelmatig bij mij stage lopen of vaak uh, stage komen lopen. Uh, nou, die beginnen bekend te raken met mijn stijl en die zien wat er in de praktijk uh, zich afspeelt. Iedereen is ten alle tijden welkom. Ook daar zijn plannen om, om uh, in de praktijk uh, studenten te gaan ontvangen en eigenlijk te gaan trainen. Uh, maar nogmaals, alles kost tijd. En uh, stap voor stap, eerst is deze cursus. Uh, ik hoop jullie het te verwelkomen en zo snel mogelijk te zien. Uh, ga naar mijn website, acupunctuurnijmegen.org. Dat zal ook in de link daaronder staan om het. Uh, om je in te schrijven. Uh, er zijn twee data's in mei en september. En volgend jaar hoop ik vier tot zes van dezelfde cursussen te openen. En ik hoop jullie uiteraard te zien. Ik wens jullie een uh, prettige voortzetting van de week. Veel succes met jullie. TCM Studies en uh, never give up. Never give up.